mensen ook weten van nou, wij doen ons werk hier als Kamerleden, als politici. En u heeft de mogelijkheid, als u dat echt wil, als u voldoende handtekeningen verzamelt, om dat tegen te spreken. U heeft net de laatste hand gelegd aan twee nieuwe wetten voor een referendum. Het is al vaker gebeurd. Waarom gaat het nu wel lukken, meneer Duiverdak? Ja, ik denk omdat we het Europees referendum, het grondwetreferendum hebben meegemaakt. En eigenlijk nog helemaal los van de uitslag. Ze heeft iedereen gezien en was ook enthousiast over hoe dat referendum verlopen is. Dat het heeft geleid tot heel veel maatschappelijk debat, maar ook hele grote betrokkenheid van de burgers.